Begraven worden in de vrije natuur, onder een boom, in een open plek in het bos of in de buurt van water kan sinds kort in Friesland. In Nieuwhorn is namelijk sinds kort Natuurbegraafplaats Friesland geopend. Op de begraafplaats zijn geen rijen en grafstenen te vinden. Mensen mogen zelf een geschikte plaats uitzoeken. De materialen en de grafmarkeringen die gebruikt worden zijn duurzaam en milieuverantwoord. Friesland, is dit de eerste natuurbegraafplaats hier in Friesland? Ja, dit is de eerste in deze provincie. Jullie wilden dit doen, dat was er behoefte aan? Dat blijkt nu. En vooraf is het natuurlijk altijd afwachten. Maar ik had daar wel idee van, want de behoefte ontstaat pas als je het aanbiedt. Ja. Men vraagt er niet naar omdat men het niet kent. En als het niet is, dan ken je het niet. Dus je moet beginnen met het aan te bieden en dan blijkt dat er behoefte is inderdaad. Het lijkt me ook een heel georganiseerd voordat er hier begraven mag worden. Want je moet denk ik met vergunningen werken, ontheffingen en dergelijke. Ja, dat is een heel circus hier in Nederland. Ik ben 4 jaar geleden begonnen met de eerste brief te schrijven naar de gemeente. Die waren redelijk positief toen al. En dan gaat inderdaad alle onderzoeken gaan dan moeten dan plaatsvinden. Hè. Dus archeologisch onderzoek, flora en faunawet, het verkeer, hydrologie. Het zijn allerlei onderzoeken die je moet doen. En dan moet je vervolgens een nieuw bestemmingsplan schrijven. Dat komt een keer of 3 ter inzage te liggen, waar mensen dus bezwaar kunnen maken. Dat hele traject moet je doorlopen. En dan ben je dus wel een paar jaar verder, lijkt mij. Ja, dat duurt gemiddeld ongeveer 4 jaar. In Nederland, ja. Natuurbegraafplaats, wat maakt een natuurbegraafplaats, ja, het woord zegt het eigenlijk al, natuur, anders dan een gewone begraafplaats? Ja, het is, de naam geeft het goed weer. Het is in eerste plaats een natuurgebied. Eigenlijk pas in de tweede plaats kun je ook begraven worden. Dus de begraaffunctie, de natuurfunctie is de allerbelangrijkste. Dat is ook de hoofdbestemming gebleven in dit gebied. En daarnaast is er tijdelijk een begraaffunctie, een natuurbegraaffunctie bijgekomen. Ja. Want waarom kiezen mensen voor deze begraafplaats? Ja, als het einde er is, zal ik maar zeggen. Ja, nou, een van de hoofdredenen is toch wel dat je echt in de natuur kunt liggen. En daar komt nog bij dat wij dus nooit ruimen. Dus je hebt in feite het eeuwige grafrecht. Dat spreekt mensen ook best wel aan. Ja. Een beetje begraafplaats, vooral in de randsteden, is 10 jaar. Dat is relatief kort. Dat is dus hier helemaal niet van toepassing? Nee, dat is niet van toepassing. Hier geven we graven uit in de akte voor 250 jaar. Maar ook dan wordt er dus niet geruimd. Dat geeft ook het bestemmingsplan aan. Hier mag gewoon niet geruimd worden. Het betekent dus dat wanneer de graven er eenmaal zijn en er is geen plek meer, dat het weer een natuurgebied is, of blijft eigenlijk. En dat de functie van het begraven dus beëindigt op dat moment. Ja. Dan zullen er ook wel regels zijn hoe men begraven wordt. Standaard vaak in een kist. Maar dat is hier misschien anders dan? Ja, behalve de wettelijke regels die er zijn, stellen wij eisen aan het materiaal van kist. Dan wel andere omhulsel, hè, want het kan ook in een lijkwaarde of iets dergelijks. Maar ook aan de kleding. Het moet afbreekbaar materiaal zijn. Dat betekent dus verteerbaar, hè? Zeg maar wol, katoen, zijde, natuurlijke materialen. Ja. En de kisten met kunststof bekleding van binnen is ook uit den boze? Ja, dat zal niet toegestaan zijn. Dat moet afbreekbaar materiaal zijn. Op hoeveel terreinstellingen rekenen jullie op jaarbasis? Nou, we gingen eigenlijk uit van ongeveer 1 per maand, dus een stuk of 12. We moeten natuurlijk nog afwachten, maar gezien de belangstelling tot nu toe. We zijn nu ongeveer 6 weken open. En we hebben inmiddels al 32 plekken die men heeft gereserveerd. Dus ook al aangewezen en uitgekozen. Het kan zijn dat het in het begin even wat drukker is natuurlijk. Maar ik vermoed dat het aantal begravingen op termijn toch wel hoger zal komen te liggen dan we gedacht hebben. Overlijden, dat komt volgens mij ook steeds meer een beetje uit het taboehoek. Hè? Vroeger kwam de begrafenisondernemer, ja, en die besliste ook min of meer hoe het dan ging. Mensen zijn mondiger geworden als het gaat om overlijden. Ja, dat klopt. Mensen willen ook meer de regie in handen nemen als het gaat om hun eigen uitvaart.
Dat merk je steeds meer. Dus dat betekent ook dat mensen ook eerder al bezig zijn met de laatste reis. Men wil het heft in eigen hand hebben. En dat hoort heel goed, past heel goed bij dit natuurbegaven. En het is ook zo dat hier geen stenen komen op te graven? Nee, er mag eventueel wel een veldkei bij, omdat die elementen ook voorkomen in dit gebied. In de ondergrond zitten veldkeien. Daar mag eventueel ook nog een inscriptie op. Maar wat we het liefst hebben is een houten element. Een dwarsdoorsnede van een boom, dus een boomschijf. En daar kan dan wel een inscriptie op van naam en data en dergelijke. En die mogen eventueel ook nog wel vervangen worden na een jaar of vijf als het niet meer leesbaar is. Dat is dus begraven op een natuurlijke manier. Zo, als je ook heel natuurlijk ter wereld komt, ga je ook deze wereld weer natuurlijk verlaten nadat het licht uit is gegaan. Ja, je keert weer terug. Hè. Het is de kringloop van het leven, zo moet je het zien.